safety first. Dan gaan we, een 720S. Het is super tof en we beginnen de dag met een 675 LB en een P1. Dit wordt zo'n bizarre dag, jongens. Ik neem jullie allemaal mee. Ik laat jullie allemaal zien. We gaan terug in de tijd. Ook naar de toekomst. Het wordt te gek. Let's go. En als ik zeg we gaan terug in de tijd, dan bedoel ik dat ook echt. Want kijk dit lijntje. Dit hoort er natuurlijk ook bij. Ons sleeptouw over het circuit heen. Ja, wel een dikke bak. De meesten maken meer herrie dan dat ze hard gaan, maar dit is toch mooi, hoor. En ook alle juichers langs bij je. Wat een begin van de dag. Racing Festival met een Bugatti. Ja, die heb ik nog niet eerder gezien, maar het is er echt een. En kijk dan waar dat merk vandaan is gekomen natuurlijk. Zo bizar om te zien hoe die auto's beginnen en dan waar ze eindigen. Maar ook natuurlijk hoe ze klonken in het snel. Ja, dat is wel weer een verschil met de andere raceauto's die er zijn vandaag. P1 achtervolgde twee 27S'en. Wauw. Holy. Daddy. 675 LT klinkt wel echt een stuk bizarre dan de rest. Koekoek. Kijk, die vleugel is mamma mia. Die hele line-up heeft van die wijze dingen, hé. Ja, die McLaren is super leuk, maar deze jongen daarnaast is nog veel leuker. Dit is, tegenstelling tot dit, een raceauto voor de weg. 641 kilo en 303 pk. Ja, geen stuur erin. En echt carbon. Het gaat helemaal nergens over. En wonder boven wonder, zoals je het kan zien. Op kenteken. Ja, mocht dit nou trouwens de eerste video zijn die je kijkt op mijn kanaal, de volgers die er al vanaf het begin bij zijn, die weten ongetwijfeld. Echt, ik heb een zwak voor die kleine, oude oldschool minis, jongens, die zijn zo vet. Maar nu dus, ga je hier het circuit op. In alle kleuren en alle smaken. Kijk dit.
vet, vet. Kijk man, er zit een opgevoerde skelters, maar het gaat loeihard. Besef even hè, dat dit zo hard gaat. Ja, veel kleine wieltjes. Het is echt net een skelter als je het ziet. Pak het wel. Kijk, ja, kleine botsing. Maar daarna heb ik ook jouw mobiel dan, hè, trouwens. Ja, ja, ongeveer deze gordel. Safety first. Safety first. Gaan we een 720S. Ja, 210 in die Porsche was leuk zelf, maar even 235 aantikken. Ja, dit ding is next level. Ja, het is echt wel een bizarre auto hoor, om het zo te voelen. Heb je nu natuurlijk de Senna nog? Ja, dat is helemaal niet meer te vergelijken. Jezus! Zarre auto die 27S. Spec kon ook gewoon niet beter. Ja, kijk, ik probeer natuurlijk tussen iets heel moois doorheen. Maar dit, zeker 27S, heel erg leuk. Maar dit is zonder twijfel het mooiste McLaren ooit. En dan niet vergeten. Aan de andere kant. Zijn iets duurdere en grotere broer, de P1. Is leuk, is schattig. Dit heeft zo'n bizarre look deze. Wel leuk.
Zo'n auto wil ik ook op de eenmaal rijden. Laat je gewoon alle nieuwe McLaren's even zien. Komt ie. Ja, en zo sluiten we ook deze dag op het circuit van Zandvoort weer af. Het was een te gekke dag. Onwijs veel toffe dingen weer mogen doen. Ja, ik loop door een tunnel. De welbekende tunnel van Zandvoort. En ja, daar wil ik jullie sowieso bedanken. Maar ook Autocar NL bedanken. Want dankzij hun ben ik hier vandaag geweest. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik mee mocht in de 27S. En dat is ook weer een ervaring om nooit te vergeten. Vergeet deze video zeker niet te liken. De helft van de pagina onwijs door het nieuwe algoritme van YouTube. Dus doe dat zeker. Vergeet ook niet te abonneren als je meer video's wilt zien. Dan zie ik jullie heel erg snel. Mazzel, hè? Thank you.